Goedemorgen, ik ben wakker. Ik heb vanochtend aangifte gedaan tegen een wacky, weird iemand die echt al dagen hele bijzondere comments achterlaat. I don't care, alleen denk ja, dan heb ik het maar gewoon gedaan. Maar goed, meer van jullie was het al opgevallen. Ik kreeg mijn DM's en zo erover. Dacht ik, nou, laat ik maar voor het geval dat even aangifte doen. Dat is een hurt, right? Ik doe als meer mensen het zeggen. Vandaag op de planning. Eerst even thuiswerken. Dan ga ik zo meteen naar een bijeenkomst met drie YouTubers. Over met de presentatie. Met onderzoeksuitslagen over reclames en dat soort dingen. En daarna gaan we vanavond met Maxima rijden. Dus dat is heel gezellig. Ik ga me heel veel uitkleden. Ik ga mijn haar feunen. Dat is de planning. Oh ja, vlog editen. Wat had ik nog meer? Het valt wel mee. Ik heb echt best wel een chille week. Meeting zometeen. Meeting zometeen eerst. Ja. Alright, ik word de hele tijd gebeld door pers over dat die comments. Ik neem het niet zo serieus, to be fair, maar ik vind wel, weet je, je moet wel een soort van kunnen laten zien van dit is niet oké. Okay, ja. Goed, ik heb nu anderhalf uur even om niks te doen eigenlijk. Ik moet nog een vlog editen, maar verder heb ik anderhalf uur. Dus ik dacht, ik ga even mijn kast een beetje uitzoeken. Helemaal geïnspireerd door Combani gisteren. Dus dat ga ik nu doen. Dit gedaan en dit is veel logischer. Dan moet je even hier naar kijken. Kijk, dit zijn dus alle lange hangdingen. Ik heb hier nog wel die stang zitten. Die moet ik even weghalen dan. En dan moet ik eigenlijk op categorie super lange die kant en dan daar wat korter lang als het ware. Kijk maar bijvoorbeeld die jas en zo, dat hangt hier dan net niet lekker. Maar ik vind dit ook precies goed. Het is best wel lekker om veel ruimte in je kast te hebben. Ik heb nu echt veel ruimte om zo te doen, zeg maar. Gewoon even er doorheen te gaan. Hetzelfde geldt voor dit. Kijk, zie. Leegte ertussen als het ware. En dan wil ik eigenlijk die allemaal vervangen. Die zijn allemaal stuk voor stuk kapot aan het gaan. Met dus deze zwarte. En nou wilden ze dus bestellen. Hebben ze deze niet meer. Hebben ze alweer nieuwe bij IKEA. Dat is echt zo irritant. Maar goed. Dit wordt dus het lange hangdeel. En daaronder moet ik nog iets verzinnen wat ik daarmee ga doen. Misschien dat ik daar iets neer kan zetten of zo. Bakken. I don't know. Ik kan daar ook lades doen. Maar niet echt nodig per se. Ik kan ook schoenen daar zetten. Ook een optie. I don't know. In ieder geval, ik ga me even omkleden. Oké, tijd om me om te kleden. Het is een outfitje van Josephine die ik super leuk vind. Kijk, met die trui erin. Really like it. Maar, ik vind hem van de zijkant zo raar staan bij me. Kijk, zie. Zeg maar, door die trui heb ik gewoon meer trui dan Bill. Als je snapt wat ik bedoel. Dit ziet er natuurlijk niet echt flatteus uit ook. Zo is die zeg maar super cute, vind ik. Nee, ik ga wat anders aan doen. Oké. We gaan zo naar het college hotel. Ik zou eigenlijk alleen gaan, maar ik denk, we gaan niet mee. Maar ik zou mee, Marijn gaat mee gezellig. Gaan we daarna. We zouden sowieso daarna afspreken. Dus wat mist er? Mijn wenkbrauwen. Ik heb iets nieuws. Ik doe eerst gel en dan bijtekenen. Wow, deze wordt hoog zonder dat ik dat eigenlijk wil. Even kijken, de geur die ik opdoe is Gucci Bloom inderdaad. Ik match hem vaak in mijn outfit. Look of the day, de Josh V-trui. Dan mijn Yves Saint Laurent tas. Zwarte broek en Josh laarsjes, hakjes. Deze, ja. Yeah, let's go. We zijn in het College Hotel. Daar gaan we. Zo'n mooi hotel. Oh my god. Even wandelen door Amsterdam. We hebben een hele leuke bijeenkomst gehad, net heel interessant. We hadden net een over prijs uit te vertellen over onze woning. Wat kost zoveel jullie huis? Wow! Verrij! En we gaan met z'n viertjes eten. Cheers! Neem eerst een slokje jullie twee dames. Waarom? Nou, jij gaat het nog. Oké, zo. Hoezo? Cheers! 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 Zoete aardappel, jam, carpaccio. Lekker! Awesome spelletjes. Oh ja. Oké, we hebben lekker gegeten. Dan gaan we weer. We gaan door. Spelletje spelen. Bij Coffee and Coconut. We gaan ons spelletje weer spelen. Waar is het doosje? Heel vroeger. Dit is het spel waar we laatst ook mee. Unstable Unicorns. Ja, Unstable Unicorns. Dat is een heel leuk spel. Hij is lachen. We hebben nu één keer gespeeld en het was zoiets van kom, we nemen hem mee en weer spelen. Dat is nu. Dat is nu. Yay. Koetjes en coconut. Ik zit even te spelen, het spelletje. Hallo. Het unicorn spel.
Wij zijn weer thuis. Ik ga de vlog afsluiten. Het was super gezellig. Wij gaan lekker slapen. Dus wel tussen. Bedankt voor het kijken. Tot morgen. Bye. Dag. Hey, doei.